After the fire, you can't think straight. We're making wine on this farm. The time when we started here, there was absolutely nothing. And we and the owner of the farm rebuilt this farm as it looks today. But as from the 9th of January, nothing will be the same. The fire was starting about 10 to 12. My daughter waked me up because she was smelling smoke. I get up and look out of the window and I see nothing, but I do smell smoke as well. And I open the back door and I saw the fire. Ik heb geleerd slaap en toen mijn dochter mij kon wakker maken, toen kan ik niet wakker worden. En toen zei van mij aan mijn schouder gevat en gezegd, maar we staan op, het brand. En ik heb opgestaan en in die dat ik opstaan, toen heb ik uit de valie dak in elkaar. Ik voel bij je zeer, bij je zeer, want ons kon niks gered het niet. Ik moet maar net voor de Heere sê dankie, ons leven.